In deze video neem ik je mee naar de introweek van illustratie op de HKU. Oh. Nou. Sorry. Dit is lekker. We begonnen op maandag in de collegezaal met allereerstejaars. Dus kregen we wat uiter en zo, bla bla bla. De lunch werd verzorgd en daarna was het tijd om een klasgenote te ontmoeten. Eerst vertelde mijn mentor wat over het komende jaar. En daarna was het tijd om elkaar te leren kennen door middel van tekenspelletjes. We zijn nog in het parkje tegenover het mediagebouw geweest. En toen was het alweer tijd om richting huis te gaan. Fun fact, ik was in het begin van het schooljaar nog bang voor roltrappen. Maar ik ben er vanaf gekomen, omdat ik gewoon heel vaak op een roltrap ben gaan staan. Ik. Oh my god. Het was zo leuk. Bla 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 bla. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Op dag 2 kregen alle eerstejaars in de collegezaal een uitleg over dingen als waar je je rooster en zo kan vinden, mailadres koppelen, bla bla bla. Deze dag waren er ook allemaal workshops georganiseerd, zoals zeefdrukken en letterpress. En? Crystal clear. Kijk, zie je het op camera? Oh ja, de onthulling. Zo zijn we ongeveer zoals het hele gebouw rond gegaan. Nou ja, je doet het best allemaal. Ja, een demo-programmaatje van... Oh, die lijn, ik word helemaal gek. Een soort van gezamte kunstwerk te maken van alle introducties, dus dat is natuurlijk wel... En hier heb je hem in transparant. Drie lijnen. Rond deze tijd van het jaar deed het OV ook helemaal kut. Dus mijn partner kwam me heel lief ophalen met de auto. En zo ging ik na een geslaagde dag weer naar huis. Woensdag stond er niks op de planning, maar op donderdag was het tijd om te eten bij Karma Kebab. We hebben vooral domme spelletjes gespeeld, ook eruit gelachen en gedanst. Yeah! En dit was dan nog maar het begin van alle pret dit studiejaar. Wordt vervolgd in de volgende aflevering van HKU Homies. Oké, doei. Ik heb veel te veel fun.